Lisa, kinderburgemeester van Ede. Ja. Vertel eens, wat een leuk speeltuintje is het hier. Ja, inderdaad. We hebben met z'n allen heel hard gewerkt om hier een leuk speeltuin te krijgen. En die is er gekomen. Ja, dat zie ik. En hoe is dat gekomen? Nou, we hebben in het begin van het jaar, vier jaar geleden, is hier een mooie wijk gekomen. Met heel veel kinderen. En ja. Toen wilden we met z'n allen een hele mooie speeltuin hier. Nou, er is hier een heel mooi veldje toen. Alleen dat was allemaal gras en modder en troep. Ja. Toen zijn we naar de gemeente gegaan en hebben we gezegd, wij willen graag een speeltuin. Ja, en groot gelijk. En hoe is dat gerealiseerd? Want het kost natuurlijk wel geld, hè? Ja, nou, we hebben heel veel acties gedaan. We hebben bonnen ingezameld van Ede Doet. We hebben sponsoringen gehad. We hebben acties gedaan. En nu uiteindelijk is de speeltuin er toch gekomen. Nou, geweldig. Ja. Gefeliciteerd. Je gaat het zo openen, hè? Ja. Maar dat was voor deze kinderrijke buurt niet echt kindvriendelijk. Het was helaas niet... Dan verklaar ik als kinderen en trots te laten gaan. De speeltuin van het hoefje geopend!